Oscar van Wijk, derde vandaag op het NK voor belofte. Was dat maximaal haalbaar voor jou? Ja, ja, ik denk dat de twee vormen sterker waren. Zeker Julius. Maar niks af toen aan de prestatie van Martin, die natuurlijk wel een mooi ploegspel uitspeelt. Maar ook gewoon ontzettend sterk was. En ik denk dat dit de terechte podium is voor vandaag. Sec was natuurlijk ook de ploeg die het moest doen. Daar lag alle druk. Hoe moeilijk was het voor jullie, voor de andere ploeg, om tegen hen te koersen? Hoe moeilijk was dat? Ja, in die kopgroep was het lastig. En daarvoor vond ik het allemaal wel... het was niet dat ze daarvoor de grote overhand hadden. Alleen eenmaal in die kopgroep, toen Julius aankwam sluiten, waren ze natuurlijk gewoon met 50% vertegenwoordigd. Ja, en daardoor... dat maakt het wel lastig. Tegen gewoon in je eentje tegen drie man koersen. En dan ook nog die twee anderen. Ja, dat is niet makkelijk. Maar ze waren ook gewoon de sterkste. Uiteindelijk rijden zij ook alle twee weg. Heb je dan direct het idee van, oei, daar gaan ze? Ja, dat Jules ging, dacht ik wel van, dat dacht ik wel, oeh. Dat Marten ging, dat was wel te verwachten natuurlijk. Kijk, Bouwmans... Sinschek en ik, die waren natuurlijk met z'n drie aan het achtervolgen. En Martin die zat in zijn eentje erachter. Ja, dan is het wel te verwachten dat hij ook gaat aanvallen. En dat hij het ploegspel wil gaan afronden. Ik had op het moment dat hij ging niet de benen om meteen te reageren. Zodra dat gat geslagen was, kon ik er nooit meer naartoe. En was hij de terechte tweede. Beschrijf eens hoe jij die bronzen medaille ervaart. Ja, bijzonder. Ik kom van redelijk ver dit seizoen. Twee maanden terug een kaakbreuk gehad en eigenlijk een maand geleden pas hersteld verklaard. Om dan nu hier te staan, dat is toch wel bijzonder. Na best wel veel tegenslagen, niet alleen die kaakbreuk, maar ook een zware hersenschudding vorig jaar waar ik 2,5 maand van aan de kant gezeten heb en mijn seizoen geëindigd was. Dus ja, dit is gewoon bijzonder om hier nu te staan. Bronzen plek om te koesteren dus. Ja, zeker. Dankjewel.